Wanneer wat mij opgevallen heeft van gisteren, zijn behandeling over die liefde van die Heere, is die beeld geworteld in die liefde van die Heere. Grondvis ook, maar vooral geworteld. Je hebt ook gisteren daarna verwijs. Die feit dat ons als gelovigen reeds ingeworteld is in die liefde van die Heere, is een baie rijk beeld. Ja, ik denk wat voor mij opgegaan is rondom dit is hoe dit onze realiteit bepaalt. Ik denk aan die beeld van om getrouwd te wees. Als ik getrouwd is, dan begin ik optreden, dan tree ik op soos iemand wat een getrouwde man of een getrouwde vrouw is. Want mijn realiteit is, ons is getrouwd. Of als ik een pa is, dan tree ik op een bepaalde manier op, want ik is een pa of ik is een seun of ik is een dochter. En als je geworteld is in die liefde, dan moet ik in die liefde leven. Ja, ja. En ik denk dat het een proces is, nee. Om vanuit dit die beeld roep na gewortel om te groei, ingebouw, gegrond om opgebouwd word. Je plant nie een boom as jy nie wil hy moet groei. Ja. Jy gooi nie een fondasie as jy nie wil hy dan moet gebouw word. En dit roep dus aan groei en voortdurende groei ook. Ja. Ja. Want wat ek denk ons verdwaal betek keer, ons gaan op een paadjie waar ons nie uit die liefde uit leef nie, maar begin dink oor liefde as iets wat ek moet verdien. Ek moet liefde gaan soek, ek moet liefde gaan vind. Ek denk in ons tyd is dit een sterk boodskap om liefde te moet gaan vind. En dan begin ek dinge doen sodat ek liefde kan ontvang terwyl my realiteit is gewortel en gegrond in die liefde. En dit word my motivering seker ook vir my doen. Hoekom sal ek nou weer teruggaan en gaan liefde bewys dat vooral nadat ek seer gekry het of my liefde nie beantwoord is soos wat ek gedink het dit moes beantwoord word nie? Om dan te sê, maar ek is iemand wat liefde ontvang het, en in sy wese is die liefde iets wat groei, iets wat uitgaan, wat na buiten toe kyk, na God en na mekaar toe. Daarmee sal die motivering van waarvoor ons alles doen, die oomblik as jy die disconnectie maak, tussen liefde en dit wat ek doen, dan word jy moeg, en dit wat jy doen. Ja. En dit sluit aan by 1 Korintiërs 13, wat sê, sonder die liefde beteken al die ander dinge ook niks. Nou, op een menselijke vlak, wonder ek partydaas, is daar dan nou een perk hieraan? Hoe ver kan ons dan nou groei uit die liefde uit, as dit ons realiteit is? Hoe groot kan die boom word, hoe hoog kan die gebouw opgebouw word, waar is daar sulke grense? Ek dink ons wil graag grense trek, want ons wil een meetbare plek hê van, ek is nou hier en ek kan nou net tot daar kom. Ja. Maar die rest van die gebed, die laaste gedeelte van die Hebreërs sê eintlik, daar is nie 'n perk nie. Dis weer sodat ons die liefde sal ken, sodat ons heeltemal vervul sal word met die volheid van God. En dit impliseer eintlik, daar is nie 'n perk. Ja, eendag sal ons die volheid daarvan beleef, maar nou reeds is alles tot ons beskikking. En roep hierdie hele gebed ons op om aan te hou groei en aan te hou groei. Die wortels, ek sal nie so diep gaan dat dit nie meer voedingsstowwe kry. En ek dink dis die wonderlike van die gebed, jy kan dit, elke fase van jou lewe kan jy dit weer bid. Ja. En jy kan nog weer en weer en weer groei, want dit gaan oor die volheid van God. Ja. Risiko is seker as ons nou begin praat oor die volheid van God, dat dit nou dalk bietjie weer teoreties raak. Terwyl ek dink, ek wil die groepe bemoedig om te sê, kom ons bly dink aan hierdie is 'n gebed, en uiteindelik hoe dit in ons gebedslewens hierdie waarhede vernuwing en verandering en verdieping. Ek dink so, jy moet ook nie hierdie bere, as ons dit behandel, losmaak van die res van die gebed nie. Eintlik is ons nou hierdie week by die laaste gedeelte, iets van 'n hoogtepunt, 'n hoogste piek van hierdie gebed. Maar as ons besin oor die volheid van God, dan moet ons teruggaan ook na die ander beres, na die liefde en na Jesus Christus en na die Heilige Gees se werking. Baie sterk, ek dink hierdie is 'n hoogtepunt van die gebed, maar is terselfdertyd waarskynlik die op 'n manier die moeilikste om dit te verstaan. Hoe kan ek vervul word, heeltemal vervul word met die volheid van God? Wat 'n vreugde dat die Here dit vir ons gee om te mag bid. Sterkte vir die week ook, vir jou voorbereiding, en vir al die groepe, seën vir hulle ook. In die tyd.
dit was lekker.